Ja, vierde dag Silkway Rally, fantastisch. Nog nooit zoiets gezien. 12 jaar doe ik deze sport nu en dan 470 kilometer proef. Zonder te stoppen, bijna geen speedzones erin en alles vol gas, gewoon zo snel. Na 20 kilometer zat we al achter onze voorganger. Ja, dat duurde natuurlijk een tijd voor we die ingehaald hadden. En eigenlijk van de 470, 350 kilometer stof gehad, maar toch gewoon hard kunnen rijden. Op een gegeven moment alles ingehaald, behalve Nasser dan, en kregen we een lekker band. Moesten we band wisselen, kwamen de buggy's weer voorbij. Die hebben we op één na weer ingehaald en de laatste 100 kilometer zijn we achter die buggy blijven rijden. Ja, fantastische dag. Navigatiewerk was fantastisch, werkelijk geen 0 meter verkeerd. Dus ja, dat is lekker en de auto was top, dus ja, geweldige dag. To this stage was very fast stage. Average speed was more than 120. We pushed, but without taking risk. A lot of dust at the beginning, but we managed it properly. We overtake three cars and trucks. Got a flat tires, and the car passed again, and we overtake again. So we make a good result, and at the end we are second. Navigation is quite tricky because we have a lot of parallel track. And you should be sure to be on a good one, but the roadbook is quite good, pretty accurate, so sometimes you just need to slow down a little bit at the crossing to be sure you got the right one, but if you do that, you are perfectly on the roadbook all day long.